Aangezien ik uh, wel uh, de spiegel snap, jij nog steeds denkt dat ik magie aan het uitoefenen ben omdat jij iets voelt wanneer je zintuigen op mij zet, niet snap dat dat komt door mijn hele hoge vibratie en dat je dan de frequenties opwekt van een hele hoge frequentie, dat daardoor bij jou van alles gaat borrelen. En dan uiteindelijk zal je moeten helen van alles wat ik je aan het vertellen ben. Kan je van vluchten, je kan de dingen erger maken en noem maar op. Er zijn gewoon rituelen. Hoe ik sowieso ter leven ben gekomen. Ze hebben mijn hele leven rituelen op me uitgeoefend. En nu denken dat hun elke keer daar profijt aan hebben gehad. Maar ondertussen is het ik die de magie is, niet hun. Doe maar wat. Werkgroep ritueel misbruik in, in 1991 worden de afdeling jeugdbescherming en reclusering van ministerie van justitie en de geneeskundige hoofdinspectie geestelijke volksgezondheid door een gezinsvolgdijvereniging voor het eerst in kennis gesteld over satanisch ritueel misbruik. Waardoor uiteindelijk dus de werkgroep ritueel misbruik Opgericht wordt, die uiteindelijk op 21 april 1994 concludeert: de werkgroep dat satanisch ritueel misbruik waarschijnlijk niet in de vorm voorkomt waarop het in de verhalen wordt beschreven en zij achten kans gering dat deze verhalen in volle omvang op waarheid berusten. De werkgroep sluit niet uit dat de verhalen een vervanging zijn voor andere traumatische gebeurtenissen moet ik nog meer gaan uitleggen ga zelf de Wikipedia ga zelf naar uh, zoeken naar werkgroep ritueel misbruik snap wat er nu allemaal bezig is met de pizza geitje net of weet wat er komt